Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Je zult wel denken, staan er nou 2 video's online op woensdag? Dat klopt. Misschien heb je hem nog niet gezien, misschien ga je hem zo nog bekijken. Deze video met dit DIY pakket is namelijk online gekomen. Hè? Maar wat natuurlijk ook superleuk is, is om alleen de bol die ik in die video heb gebruikt, om die op een schaal neer te leggen, om die apart te maken. Hè? Dus ik denk, jullie hebben gewoon keuze uit 2 DIY pakketten. Compleet zoals die hier staat. En de losse bol, die kan je dan heel leuk op bijvoorbeeld ja, deze schaal. Misschien heb je zelf een leuke schaal. We hebben ook leuke schalen op verschillende manieren in onze webshop. Ik heb ook een mooie zwarte houten schaal. Daar zal die ook heel mooi op staan. Maar om die bol dan ook los te maken. Hè? Is die ook heel budgetproof, dus superleuk. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dat vind je onder kopje cursuspakketten. Daarnaast kan je ook meedoen met alle winacties. Ga daarvoor naar de video van dit DIY pakket. Daar leg ik dat in uit. En wil je mij volgen op mijn socials, dan kan het ook. Je kan me volgen op Facebook of Instagram. Daar neem ik je mee gedurende de dag. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk als je het leuk vindt om te zien wat ik allemaal op een dag doe als bloemist. En ja, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Goed, dan gaan we nu gauw beginnen. Ik ga jullie nu eerst laten zien hoe ik deze bol heb gemaakt. Dat komt nu. En dan ga ik daarna laten zien hoe je hem ook leuk kan decoreren op bijvoorbeeld een mooie schaal. We gaan hiervoor dit mooie ja, bamboehout gebruiken. En je kan rondjes knippen. En je kan ja, staafjes, rijtjes, rondjes, vierkantjes, wat je ook wil. Je kan ook van alles wat. En die lijmen we eromheen. Dus geef daarin je eigen stijl. Ga lekker aan de slag. En ja, zorg dat hij dan aan de buitenkant helemaal beplakt is. Zoals je kan zien heb ik beide kanten mooi geplakt. Ik heb allerlei ja, vormen aangehouden. Ik vind het wel een leuk effect geven. En ook beide kleuren, zoals je kan zien, zijn hier mooi ja, beplakt. En daartussen gaan we de bloemetjes verwerken. Ik kies nu weer voor sterke bloemen. En het geeft al gelijk een superleuk effect door het op deze manier op te bouwen. Jullie waren gek op de romantische bloemetjes. Dus ook die ga ik vandaag weer toepassen. Maar eigenlijk kan je dit ja, op elk gewenste manier opmaken. Ik gebruik nu Luciantus op Ustoma. Is echt een gewild bloemetje, een luxe bloemetje. En ja, zo steekt het mooi weer tussen. Ook gebruik ik weer mooie trosroosjes. En op die manier steek ik hem mooi vol. Zodat we echt een mooie bloemenrand krijgen. Nou, we hebben de bol dus gemaakt. Superleuk met al die mooie bloemen. Hè? En wat je dan gaat doen is hem eventjes vastleggen met bijvoorbeeld bolmos. Je bent daarvoor maar kleine stukjes eigenlijk nodig. Zodat hij mooi rechtop blijft staan. Als je hem op de pin maakt, hou je natuurlijk dat gat erin. Dat hoef je niet te doen als je hem op de schaal maakt. Nou, zoals je ziet lijkt dit al heel erg tof. En wat je dan ook zou kunnen doen, is er bijvoorbeeld iets van vetplanten omheen kunnen doen. Ik gebruik hiervoor dan 3 verschillende vetplanten. En wat mooie bonsai takjes. Ik zal ook zorgen dat je die los allemaal kunt bestellen in onze webshop. Zowel de vetplanten als de bonsai takjes. En hoe tof is het om dit dan zo op tafel neer te zetten. Je kan er eventueel nog wat vlindertjes aan toevoegen. Om het wat romantischer te maken. Als je het leuk vindt. Geef wat een leuke kleur. Er staan verschillende vlinders nu te koop in onze webshop. Je zou er eventueel eentje dan bovenop nog kunnen doen. Nou,
En dan heb je hier ook een heel tof bloemstuk. Dus zo kan je zien dat je het op verschillende manieren heel mooi kan opmaken. Nou, zoals je kan zien kan je zo'n bol op heel veel verschillende manieren neerleggen. Je kan het op een mooie schaal doen. Misschien heb je thuis wel ergens anders een leuke plek. Of een mooie pilaar waar die ook mooi op kan. Je kan hem dus eigenlijk een plekje geven wat je zelf maar leuk vindt. Wil je dit nou bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het compleet pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ben je nou benieuwd naar de andere video? Klik dan eventjes op de video met de rest van de bollen op pin. Want dan kun je zien dat je eigenlijk met zoiets heel verschillende bloemstukken kan maken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dat blijft toch voor alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!